Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe week muziek maken. Ik ben Jesse. Deze week gaan we weer verder in Sketch a Song app. Dat is een app die je kunt downloaden voor je Android of Apple telefoon. Heb je die nog niet en heb je dit nog niet gezien? Ga dan even naar het filmpje van vorige week. Daar leg ik uit hoe je de app kunt downloaden. En daar laat ik ook zien hoe je kunt beginnen met je eerste liedje. Voor deze week laten we even gaan naar het liedje van vorige week. Die staat onder My Song. Kijk, daar vinden we hem. Hij begint gelijk met afspelen. Nou, wie herinnert hem nog? Dat hadden we gemaakt vorige week. Ik legde vorige week uit dat er vier dingen waren die een liedje maken. Of in ieder geval mijn liedjes hebben dat altijd. Eén is drums, twee is een baslijn. En die hebben we beide al gemaakt. De andere twee dingen waren een akkoord en een melodietje. Dus deze week wil ik eigenlijk bezig met die twee dingen. Nou, wat is een akkoord? Een akkoord is eigenlijk meerdere geluidjes die tegelijk afspelen. En dat ziet er ongeveer zo uit. Ga maar links naar het mondje. En dan druk dan op de O. En zet maar eens één streepje neer. En druk dan maar eens op play. Hoor je dat? Dat is één stem die zingt. Als er meerdere stemmen bijkomen, dan krijg je een akkoord. Dus zet twee boven dat streepje maar nog één. En twee daarboven nog één. En dit is een akkoord en dat klinkt heel anders. Dat klinkt namelijk zo. Nou goed, we hebben ook een akkoord nodig in de rechterkant. Daar kun je misschien de la voor gebruiken. Zet ook aan de rechterkant maar drie streepjes neer met steeds één ruimte ertussen. Zo. Dus nu hebben we twee akkoorden op een rijtje met een baslijn en een drumpartij. En dat klinkt zo. Niet gek, hè? Het is nog een klein beetje saai, dus het laatste wat we nodig hebben is een melodie. En die melodie wil ik vrij lang maken. Dus wat ik ga doen is het blad twee keer zo lang maken. En dat kan ik rechtsboven door op het plusje te drukken. En dan wil ik eigenlijk wat ik nu heb kopiëren. Dus dan druk ik op Copy Notes From 1. Doe dat ook maar. En klik dan maar op Add. En wat er nu gebeurt is dat ik zo kan scrollen. Dat klinkt voor geen meter. Maar we hebben twee rijen nu. En ik kan ook uitzoomen door met twee vingers naar elkaar te gaan. Dan zie je wat we al hebben. Goed. Oh, zet ik per ongeluk weer iets neer. Met mijn dikke worstenvingers. Nou, laten we beginnen met de melodie. We pakken links pakken we de trompet. Die vinden we onder de toeters. En dan bovenin de trompet. En dan wil ik eigenlijk beginnen met drie korte nootjes. Onderste die was te veel. En dan daarna een lange. En dan wil ik weer een kort nootje. En dan daar. Die wil ik wat langer weer. En nog één. Die doe ik één nootje. Oh. Zo. En nou, omdat we een extra blad hebben, we kunnen nog wat omlaag. En dan kunnen we ons weer langzaam omhoog werken. Zo, dus nu heb ik eigenlijk een hele lange lijn op en neer gaat. En dat is de trompet. Als ik nu op play druk, komt er dit. Hey, dat klinkt niet gek, hè?
Dat is mooi. Probeer het zelf ook eens uit. Probeer eerst maar na te doen wat ik doe. En maak dan eens een keer je eigen liedje. Als dat gelijk een beetje te veel gevraagd is. Wat je dan ook kunt doen, is terug naar het menutje gaan. En dan ga je helemaal naar rechts, ga je naar Grooves. En hier staan allemaal liedjes die alvast gemaakt zijn. En daar kan je dan op door. Kijk. Hier heb je bijvoorbeeld een prachtig gitaardingetje. En dan kan je wat drums onder zetten als je wil. Nou, klinkt voor geen meter. Maar je kan altijd mijn ouwe hoeren. Wat er ook nog bijvoorbeeld tussen staat, is één met piano. Ja, dus er is van alles te vinden. Probeer misschien eerst één van die dingen uit en maak dan een keer je eigen liedje. Als je dat hebt gedaan, dan kun je ook een screenshot maken, een foto van je eigen beeldscherm. En dan kan je die naar me opsturen. En dan kan ik er naar luisteren, kan ik het zelf namaken. Probeer maar wat uit. En als je wat leuks hebt, stuur maar op. Tot de volgende week.